Welkom bij weer een nieuwe video. We zitten vandaag op Visclub De Meren. Ik heb een vergunning naar ongeveer 1000 jaar wachten. Mijn vorige leven een vergunning aangevraagd. Dit jaar heb ik hem gekregen. Ik ben in het voorjaar geweest. Toen was het nog koud en nat en niks. Nu is het 20 juni. Geloof ik. Weet ik niet 100% zeker, dus wie weet heb ik een fout. Ja, nu is het allemaal anders. Het paai is geweest, het water is warm. Alles is groen. Dus ik ben even aan het kijken waar ik ga zitten. Want er zit één visser aan de overkant. Ik weet niet wie, maar daar kom ik nog wel achter. En ik ben eventjes aan het kijken door een andere stek. Hier heb je een pad. Ik ben hier eigenlijk volgens mij nog nooit geweest. Tenminste, ik kan het helemaal niet voor me halen, want alles is nu op groen en gegroeid. Maar goed, hier is dus een plek. Dus ik ga eens even kijken wat dat is, want het windje staat wel mooi in deze baai. En ja, als ik daar een plekje heb gevonden, dan zie je wel een baggerzootje. Nou ja, dat kan op zich wel. Waadpakje aan en een hengeltje daar. En dan ga ik 3 dagen. Het is vandaag maandagavond. Het is nu bijna 7 uur. Dik 2 uur over gereden. En ik ga donderdag loop van de dag naar huis. Dus ja, ik ga even uitzoeken waar ik ga zitten. En dan zodra er wat te melden is, dan meld ik dat natuurlijk. Dus joehoe! Nou, de spulletjes liggen op de Raptorboot dit keer. Bij het clubhuis daar zijn ook boten. En als je een klein bedrag per jaar betaalt, mag je ook gebruik maken van zo'n boot. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb mijn elektromotortje, dieptemetertje, op de boot zitten. Allemaal spulletjes erop. Ik ga daar die kant op zitten. De wind staat een beetje die kant op. Er komt morgen weer een bak ellende aan. En gezien ik de laatste keer weggewaaid ben, ga ik me daar nu een beetje op beschermen. Dus ik ga lekker aan die kant zitten. En dan kan de visser die daar vaart, ik weet nog niet wie het is, die heeft lekker zijn ruimte. Ik heb mijn ruimte. En dan moet het wel goed gaan komen, denk ik. Dus ik ga even naar de overkant, mijn plekje uitzoeken. Even op de dieptemeter kijken. En dan zie ik jullie zodra ik daar wat gevonden heb. Dus joe. Daar sprong net een karper. Dat komt heel mooi uit, want ik ga hier zitten. Dit wordt mijn plekje. Lekker in de bosjes. Hierachter is een wandelpad met een hekje, dus dat hoor je wel de hele dag. Maar goed, de hele dag. 5 mensen die hier per dag voorbij komen. Ja, ik heb mijn bootje hier aangemeerd. Ik denk dat ik gewoon die baai af ga blokken. Ik heb hier een inham. Nou ja, er zit 100% vis. Natuurlijk komt vis in, sprongnet vis. Dus ik denk, ik heb een hoop maïs bij me en hennep en tijgernoten. Lekker veel particles en pellets. Want hier zwemt niet zoveel brasem, wel wat zeelt en veel witvis. Maar geen brasems die de hele dag je her op leeg sabbelen. Dus ik ga lekker mijn spulletjes klaarmaken, even mijn tentje opzetten en alles. Even goed vast timmeren met haringen. Dat als er een bak ellende komt, dat ik niet weer wegwaaien naar huis hoef. Dus ik ga even alles lekker klaarmaken. Tentje opzetten en dan zie ik jullie later. Nou, ik heb mijn spulletjes gewoon even op de kant gedumpt. En ik ben meteen gaan roeien. Hier in het baaitje is het helemaal... Het is nu 2,20 meter, maar ik zie het wier. Het wier is tot 1 meter volgens de dieptemeter. En ja, ik zoek eigenlijk een mooi schoon stuk. Nou heb ik die wel gevonden daar tegen de bosjes. Kijk wie dat. Nou heb je bosjes, daar vlak voor is een hele schone strook. Dat is tot nu toe mijn nummer 1 stek. Dus daar wil ik dan 2 hengels op vissen. En dan een flinke bak voer. Eigenlijk wil ik, als er vandaag mijn voer in gaat, dat is mijn prioriteit. Nu lekker aan het roeien. En
Ja, zodra ik een plek heb gevonden, dan gooi ik best wel wat aas erin. En gewoon even een flinke emmer vol particles. En een kilootje bollen en nog een paar kilo pellets eroverheen. En dan gaan we gewoon afwachten. Gewoon wachten tot de vis erop komt. Vis gaat aasen, vis losgaat misschien wel. En dat we er meerdere kunnen vangen. Dat is wat ik ga doen. Lekker lui vissen. Tentje opzetten, winterskinnetje eroverheen, dat het lekker donker is. Kun je lekker uitslapen. Ik heb namelijk afgelopen week de achtertuin een deel bestraat. Zelf, voor het eerst. En ja, best wel zwaar. Een beetje spierpijn overal, weet je. Dus ik ga gewoon lekker, lekker rustig vissen. Ja, waar kan je dat beter doen dan op een water waar een hek omheen staat en waar ik de sleutel vind? Toch? Dus ik ga nog eventjes, ik ga gewoon, ja, ik moet kiezen tussen schoon of strak onder mijn eigen kanten. Dat natuurlijk ook wel goed is misschien. Al, ja, vlak onder mijn toppies vissen. Ik denk als ik nu naar de overkant vis, dan heb ik tenminste lekker, ja, alles tegen de overkant. Er sprong net vis, dus dat is ook mooi. Of ik moet op 5,5 meter gaan vissen. Daar drijf ik nu, een beetje in het midden. Ik zie wel vis op de diepte meter. Ja, weet je. Dit is wier. Dit zijn vissen. Ik heb hem expres staan op de visfinder stand en niet op de downscan. Want hier zie je gewoon de straals breder. Dus ik zie gewoon sneller vis. En als ik echt de bodem wil inspecteren, doe ik hem op de downscan. Dus ja, ik weet nou niet precies wat ik zal gaan doen. Want ja, ik wil één keer veel voer gooien en niet later spijt krijgen. Kijk, hier heb je ook weer wier. Echt in het midden heb je gewoon een schoon stuk. En als je naar het diepe gaat, dan dus die kant op gaat, dan wordt het een stuk dieper. Dus ik denk... Ik zal er wel even heen roeien en dan kunnen jullie even meekijken. Dus we skippen even door naar het stukje. Kijk, hier is het schoon. Loopt het teluutje loopt omhoog. Het zou een hele mooie stek kunnen zijn. Alleen ja, ik zit natuurlijk echt... ik heb misschien maar 2 meter. En dit ben ik in de bosjes. En die vis dus ook. En hier onder mijn dieptemeter is het 3 meter. Dus ik vermoed dat er onder water ook nog wel flink wat takken zijn. Al kan ik dat nu, ik zie alleen wat wortels. En als ik die kant op roei, dan is er heel snel een heel dik wierbed. Ja, ik zie voor de nacht, het is een supermooi stekje. Kijk, hier is het natuurlijk schoon. Supermooi stekje, maar ja, ik ben wel bang. Dat, kijk, hier begint het wier alweer. Voor de nacht is het is een heel krap stekje. Ik heb maar een paar meter. En dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Dus ik ga denk ik toch op het wijd. Ik ga nog even zoeken. Ik zie jullie later. Kijk, hier omhoog komen een heel schuin plakkaat. Ik zie het zo verplaatst helemaal. Hier wordt gewoon echt gruwelijk geaast. Dus ik ga even onderzoeken wat dat nou is precies. Of daar weer is. Ik zit daar... Ik heb toch besloten om niet de stek aan de overkant te doen, maar hier de eigen teluut. Die loopt hier naar beneden en daar is het ook weer vrij. Maar nu zie ik in één keer dit. Dit komt echt gewoon letterlijk net omhoog zetten. Dus hier is iets groots bezig. Dus nou, dat zal wel karper wezen. Dus ik ga even onderzoeken en dan zie ik jullie zo. Ah, kijk, hier zie je allemaal van die... drap komt los omdat het water warm wordt. Dus blijkbaar ligt dat overal op het wier en tussen het wier. En is er soms maar een vis doorheen. En is dat losgekomen en omhoog gestegen. Ik zie gewoon wier hier. En overal is wier. Dus het was wel een vis die door het wier heen ging. Een flinke vis ook wel, denk ik. Maar geen aasende vis. Dus ik ga naar het schone stukje. Ik gooi er een bult voer in. En dan gaan we alles opbouwen. Nou, een waypointje staan. Dus ik heb hier een strook. Ik vis tegen een muur van wier aan. En hier is het schoon. Hier, tenminste, hier gaat een berg voeren. En dit wordt mijn hoofdvoerstek.
En dan zal ik waarschijnlijk nog wel hier en daar met een hengeltje in de hoekjes gaan vissen. Dus wat ik nu ga doen, helemaal goed voorbereid, een schepje meegenomen, weet je, want jullie zeggen ja, weet je, met een schepje knoei je minder. Die ligt dus op de kant, dus we gaan het alsnog met de handen doen. Ik begin met een flinke zak pellets. Het zijn pelletjes van pelletbaits, ik weet niet precies welke. die ik op Carpelandus heb gehaald, die blijven ze vorm houden. Ze worden wel zacht, maar ze blijven wel heel, het wordt geen poeder. Dus ik ga even lekker voer storten en dan zie ik jullie straks. Het mengsel bestaat uit de tijgenoten die ik nog over had van de randmeren. Blijft gewoon een week goed hoor, prima, niks aan de hand. Pellets, bolies, mais en hennep. En daarvan gaan een paar flinke handen. Die hele emmer gaat leeg hoor, dus lekker veel particles. Er zal ook wel een berg witvis op afkomen. Maar dat is ook de bedoeling. Ik wil gewoon, ik zit 3 dagen, dus ik wil een hoop actie op de stek. Dus ja, ik denk dat het wel goed gekomen. Ik heb vis in de buurt gezien en hier dat schuim en ik zit daar precies. Er zijn vissen in deze hoek. Dus dat is mooi. Ik ga even mijn voer opmaken en dan zie ik jullie aan de kant en dan gaan we even alles opbouwen. Want ja, alles is een rotzooi van de vorige keer van de storm, al mijn lieders, alles ligt in een hoop. Dus ik moet echt even mijn tijd eraan gaan besteden. Dus tot later. Zo, hengeltjes liggen uit. Linker hengel ligt een beetje hier, bij die meerkoet. Nou, die meerkoet zijn goede markeringspunten, want daar ligt een strook voer. Best een flinke strook. En bij die duikeentjes daar, daar ligt mijn andere hengel. En mijn derde hengel ligt strak tegen de bosjes. Daar zit die schone strook en bosjes boven hun hoofd. En daar heb ik een single hook beetje gedaan met een isotonic pup-upje. 14 mm of 16 mm. En voor de rest niks. Ja, want bij de andere hengels, daar ligt echt een, ja, echt wel een shitload aan aas hoor. Want het is zo'n 11 liter emmer met particles. En dan nog een kilo bolies. En nog een paar kilo pellets. Maar het is voor 3 dagen, weet je. Ik heb niet zo heel veel voer. Ik heb nog wel een emmer voer bij me natuurlijk. Maar de bedoeling is, ja, dit is genoeg om de vis te activeren en te laten aasen. Ik heb vis in de buurt gezien en dieptemeter geeft ook op een dikke streep aan. Dus mijn gevoel zegt, dit zit helemaal goed, we gaan vangen. De praktijk, ja, dat moeten we nog maar even afwachten natuurlijk. Ja, voor de rest, ik weet weinig over het water. Ik weet, ja, ze hebben een mooi bestand op. Een paar dikke 20 kilo vissen. En ik geloof 5 brasems van iets van 8 kilo of zo. En een paar 100 kilo zeelt hebben ze erin gegooid. Ja, dikke karpers, dikke mooie grote karpers ook. Ook kleine natuurlijk. Ja, het is een prachtig water. En het vet is gewoon hier, er zijn 20 karpervergunningen, waarvan ik er 1 heb. Dus ja, dus we zijn nu met z'n tweeën. Hoi Nick. Het is wel grappig, ik kreeg net een messenger bericht van Facebook. Hey, ik zit schuin aan de overkant van je. Natuurlijk mijn auto herkent. Die daar staat. En ja, dat is wel grappig om te zien. Dus dan ga ik ook nog wel even bij kijken. Ik weet niet hoe of wat en hoe lang die vist en met wat en waar en zo en zo. Ik weet niks. Ik ben blij dat mijn hengels in liggen. Tentje staat, winterskindje erop. Ik heb voor vaderdag een trekker muggenlamp gekregen. Want ja, ik hoor zoveel goede verhalen van al die lampen op internet dat ik hem maar moet hebben, toch? Ja. Dus die heb ik, die staat lekker aan. Dus ik ben benieuwd of er al een mug in zit. Of er al een mug in zitten. Nee, hij staat nu een uurtje aan. En ja, het is nog licht natuurlijk. En als het donker wordt, dan ik denk dat er morgen wel op een mug in zit. Ja, voor de rest, hengels 2 met multirigs. 1 met een banenviedummeltje. De ander met een halve bolie en een nepmuiskorrel. En de derde hengel is een spinnenrig. Dus ja, hoe ik altijd vis. Dus ja, jullie zijn allemaal op de hoogte.
ik ga even mijn tentje organiseren en dan ga ik lekker slapen. Want het is nu, even kijken hoor. Het is nu ondertussen 9:30. Ik was hier 6:30. En de hengels liggen nu pas in. Dus ja, lekker bezig geweest. Maar goed, ik zie jullie later. Joehoe. Ja, ja. Kijk, zitten er al 2 in. Het is nu bijna 11:00. Dus hij werkt wel. Al stikt het hier wel van de mug hoor. Je wordt er helemaal gek van. Maar ja, grappig om te zien joh. Toch al 2. Ik ben benieuwd morgen. Slaap lekker. Goedemorgen, ik had vannacht een zeelt, een kleintje. Ik heb dat niet gefilmd. De rest niks. Ik heb wel een karper horen springen. Ja, echt een bruutharde klappen, joh. Ik viel bijna in slaap. Ik zat een beetje Netflix te kijken. En ik zag zo een beetje weg. In één keer... Ja, echt misschien 20 meter bij me vandaan of zo. Dus ja, dat is wel een goed teken. Ik heb 2 springende vissen gezien en het is allebei in deze hoek. Al heb ik nog geen beet natuurlijk. Dus, maar goed, de tijd zat nog en ik maak me niet zo zorgen. Ik had eigenlijk, ik had maden gehaald. Ik weet niet eens waar ze zijn, maden gehaald. Ik denk, ik ga lekker met de zigricht boven het wier vandaag, maar... Nee, het is echt een treurige dag. Het is, Dus ik ga lekker helemaal niks doen. Even mijn tentje opruimen. Alle spullen moet ik nog steeds uitzoeken. Want het is gewoon nog steeds een grote bende. En dat ga ik doen. Ja, voor de rest, het muggenlampje. Ja, dat vind ik grappig. Het heb echt 20, 30 muggen gevangen. Nou stikt het hier wel van de muggen hoor. Ik heb mijn muggengaas vanaf zelfs dicht gedaan. En ik heb er nog een berg doodgeslagen. Maar ik word er helemaal gek van hier. Zo. Dat, maar goed, het lampje werkt wel, weet je. Dus als je je tentje dichtritst, ik heb dan geen grondzeil. Eigenlijk is dat het grootste probleem. Waar er ook veel muggen in het, die komen uit het mos, uit het gras. Ik weet niet waar die beesten overdag uithangen, maar die komen omhoog. En allemaal met tentje natuurlijk. De grondzeiltje. En dan zo'n lampje. Dan zijn de enige, als er een mugje binnen is, uiteindelijk gaan ze erop zitten. En dan worden ze net zo'n vliegenmepper. Krijgen ze een stroomschokje en zijn ze dood. Dus dat is wel grappig. Ja, dat is het. Dat is de hoogtepunt van de sessie tot nu toe. Mijn muggenlamp. Voor de rest, ja, niks. Het is nu 8:00 en ik ga nog even niks doen eigenlijk. Een broodje eten of zo. En dan zie ik jullie later wel. Joehoe. Wij gaan vangen. Ik ga mijn derde hengel heb ik binnengehaald vanaf de overkant. Daar die takken. Ik zag daar gisteren een vis springen. Dat is mooi schoon. En ik denk, nou ja, weet je, als daar een pupje de hele nacht ligt, dan moet dat misschien wel een visje opleveren als we er veel langs hebben. Maar niks. Wat ik nu ga doen, het is onder het kantje. Is het best wel snel diep, zo'n talutrandje. En toen ik aankwam, zag ik hier een kolk. Dus ik ga gewoon een hengeltje hier heel dichtbij onder het kantje gooien. Singhoek beetje. Met een pineapple-pupje. Op een spinnerichtje. Beetje loodputty. Bonk lood. Dus die ga ik even uitgooien. En dan, weet je, nu loop ik hier heen en weer te dwarrelen. Maar in principe ben ik vrij stil. En ja, misschien trekken ze wel langs het kantje heel strak. Weet je, mooie takken allemaal. Dus ja, ik ga hem daar proberen dichtbij te leggen. En als hij dan schoon neerkomt en ik voel het donk, dan laat ik hem lekker liggen. De andere visser heeft ook nog niks. Het is een beetje taai, zegt hij. Het is nog niet echt op gang. Dus we gaan het meemaken. Ik voel de bijl weer komen. Of wel de bijl weer hangen. Maar goed, er is vis. Ik heb 2 horen zien springen. 100% karper. In die baai, de lichtvoer. Ik heb 3 dagen, dus... Ja, toch? Zal er een visje uitkomen?
Dus ik ga even mijn hengeltje uitgooien. En dan een beetje mazzel. Komt hij gewoon neer. In één keer, goed. Op een schoon plekje. Dan laat ik hem liggen. Een kort lijntje. Perfect, wat mooi neer. Vlak langs het kantje, gewoon een single hoek beetje, voor de rest niks. Lekker veel goed erop. Slap lijntje. Hengel in de pieper. Hangetje eraan. 1, 2 en. Ze liggen in. Nou, we zijn nu een paar uurtjes verder en behalve hier en daar een kringetje is er eigenlijk totaal geen leven op het water. Gewoon echt niks. Bijna geen wind, een beetje motregen. Ja, ik denk een hartstikke mooie gelegenheid om deze video af te sluiten. En door te gaan met de volgende. Ik ga er weer 3 posten, elke dag 1. Dus ja, het is geen runwater, dus het wordt spannend om wat te vangen. Maar ja, misschien wel een hele dikke. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet echt precies wat het bestand is. Maar ja, er zwemmen een aantal serieuze vissen. Echt serieuze vissen. Dus wie weet vang ik die in de volgende video wel. Dus ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. En ik zie jullie morgen. Hazel!